Hey, what's good, Cal fam? Milanto en met een lo. Heb je dit voor me? Nee, ik ook niet. Nee. Nou, hallo. Hey, goeiedag dames en heren, jongens en meisjes. Mijn naam is Kelvin, a.k.a. Kalfijn. Je kan me misschien kennen van niks. Dit is Milan. Check, Knoller. Hey, game. What's good, man? Leuk dat je bij me bent, man. Leuk dat je langs bent gekomen. Ja, mooi huis. Ja, toch? Ja, wel heel oud allemaal. Ik heb nog de miljoen niet gehaald, maar ik heb al wel dit ding binnen. Oh, wacht. Ik heb er ook eentje gekregen. Echt? Nou, wat toevallig, joh. Kijk. Dit is echt, dit is zo toevallig. Ik heb er ook een. Hè? Nou ja. Dit is niet normaal. Wauw. Wat ben ik trots op jou. Play with the box. Leuk dat jullie kijken naar een nieuwe video. Mijn naam is Kelvin, a.k.a. Kalfijn. Ik zit hier bij Milan thuis. Tussen alles en nog wat, omdat we vandaag iets leuks gaan opnemen. Weet je wat grappig is? No. Elke keer als ik met mensen begin te filmen, met Kim Vees dan bijvoorbeeld, zeg ik, ja, Kim Vees en ik kennen elkaar al ongeveer 10 jaar. En we hebben bij elkaar in de klas gezeten. En dat is altijd gewoon volledige bullshit. Maar wij kennen elkaar al echt zo ongeveer 8 jaar. Ja, hier heb je een fragment van toen jij nog bij me sliep. Ja. Ik ben dus nu net wakker geworden en Petra en Kelvlogger zijn er ook weer bij. Heb je mooie tieten? Wow! Shit! Maar je bent niks veranderd. Ik ben niks veranderd. Jij ook niet. Nee. Nee, je hebt alleen een baard ineens. En jij hebt geen roze meer aan. Nee. Stel je voor dat we elkaar gewoon 8 jaar niet gezien hadden, wat eigenlijk praktisch ook is. Ja, we hebben elkaar sowieso 6 jaar niet gezien. Nee. Waarom niet? Jij kreeg een vriendin, wat 6 jaar geleden. En ik. En nu heb ik nog steeds die vriendin. En ik niet meer. We hebben aan de vooravond gestaan van YouTube, man. Ja, man. En we leven nog steeds, toch? Ja. Ongeacht wat dan ook, zeg maar. Ongeacht whatever the fuck I ever said in my life. Is het echt wel knap, vind ik, dat wij allebei op een of andere manier nog steeds een soort van dan dat kunnen. Ja, vind ik ook. Ik zie er alleen niet beter uit, jij wel. Dankjewel. Ik kom net van de opnames van Zapp Live, dus ik heb nog make-up op mijn hoofd. Echt? Ja. Fucking smooth as fuck, man. Zie je dit hoofd, zeg maar? Dit is niet hoe het hoort. Hallo, praat jezelf niet zo naar beneden, man. Maar ik wil graag een compliment. Oh, dat ga je niet krijgen. Wat gaan we doen, Kelf? We gaan vandaag iets hartstikke leuks doen. Namelijk, jullie weten wie ik ben, jullie weten wat ik doe, jullie weten hoe ik in het leven sta. Ik vind het leuk. Dat als ik naar jouw video's kijk, dan zit je ook altijd aan die camera zo. Blijf ja, maar, van hun af, man. Nee, maar ik heb het... Ze hebben er toch niet om gevraagd dat ze aan Nee, maar ik mag er gewoon even lekker gewoon voelen, zo. Dat is toch heel irritant? Ja, je bent zelf irritant. Kijk, dit is wat we elkaar 8 jaar niet gezien hebben. Klopt, en ik ben er geen spijt van! Verdomme! Zo, een nieuwe. Maar betekent dat dat ik free pass heb met deze stoel? Ja. Hoe heeft dit kunnen? Waarom? Spijt me echt een beetje. Ja, nee, dat maakt op zich niet uit. Anders nemen we dit gewoon mee als souvenir. Ja, ik neem dit gewoon mee naar huis. Ja, voor je vriendin. Ja, top. Omdat ik haar ook al 6 jaar niet heb gezien. Je hebt haar echt 2 weken geleden nog gezien, maar verder. Ja, maar dat is ook dat ik voor haar voor het eerst heb ontmoet, hè? Ja, is dat zo? Ja. En vond je een beetje aardig? No. Oh! Natuurlijk. Oké, we gaan vandaag iets hartstikke leuks doen. Jullie weten dat ik heel erg veel van auto's hou. Ja? Nee. Ik heb echt niks met auto's. Maar heel veel YouTubers hebben dat wel en hebben ook een auto. Oh, what a good thing. Ik pak even mijn laptop erbij. Ik heb een hele leuke quiz voorbereid. Ik heb geen zin meer in. Oké, nu gaan we echt beginnen. Hey man. Ben ik weer mee. How you doing? How you doing? Oké, de quiz is vrij simpel. We zien de auto van een YouTuber. Dan moeten we raden wie het wiens auto het is. Nou, daar hadden we 10 minuten voor nodig om het uit te leggen. Ja. Maar deze keer is iets anders. Okay. Degene die de meeste auto's goed heeft, wint helemaal niks. Wow! Ja! Oké, ben je klaar voor? Ja. Ben je ready? Ja. Ben je fucking ready, Milan? I'm fucking made for this, mate. We are fucking ready, man. I'm fucking a fucking country. Auto nummer 1. Een Abarth 595. Oh, ik weet het. Ik weet het ook. We gaan het tegelijkertijd zeggen. Oké. 3, 2, 1. Kai. Ja. Ja. Maar de Kai heeft nu alweer een ander. Ja, dat wist ik. Kai van de Reed 2017 staat er. Oh, dat is wel de bedoeling. Hey, Kai. Hallo. Hey, alles goed? Ja, lekker, man. Met jou? Ja, nice, man. Ben je kippiehockey aan het maken? Ben gewoon aan het klussen, man. Ik had even een vraag voor je. Ja. Van wie is deze? Van wie was deze? Weet Milan het niet. Nee, ik weet het ook niet. Mij. Het was Kai's auto. Yes, hadden we goed. Ja, we hadden wel, we wisten het wel. Ja, wel toch, wel. Ja, toch? Ja, teringlaaiers. Hey, rustig. Ze zijn gewoon, godverdomme, mijn beste auto. Ja, kussen, man. Wat het goed. Lekker, Milan. Wow. Netjes. Vind ik echt knap. Oké, we gaan door. Hé, je gaf me een compliment, wat nice. Auto nummer 2. Oh! Nou, dat is raar. Hè? Die herken ik wel. Die herken ik denk ik ook. Zullen we dat zeggen in 3, 2, 1? Nee, ik weet het niet eens zeker. Nee? Jawel, ik denk het wel. 3, 2, en Enzo Knol. Enzo. What's good? Hey, what's good? Hey. Volkswagen Polo. Rip. Ik weet het. Ja? I know this shit, man. Nou, ik ken maar één iemand met een Volkswagen Polo en dat is Pascal. Vriend van mij. Ja, voor de rest. Nee. Oké. Okay. Zeg jij Pascal? Ja. Even nadenken. Even, Nou, ik zou toch eventueel in theorie wel Femke Louise kunnen zijn. Echt? That's right. Maar hoe kan dat? I got this, motherfucker. Waarom koopt zij dan een kapotte auto? Nee, die was kapot gegaan. Oh. Maar ja, dat gebeurt soms met een auto. Hoezo? Weet ik niet. Bedoel je die smart? Nee, die heb ik met opzet kapot gemaakt. Oh, ik dacht per ongeluk. Oh! Oh!
Oh ja! Dit vind ik een van de lelijkste auto's die ooit is gemaakt. Echt? Ja, de Cactus. Ik vind dit best een vette auto. Niks tegen Citroën, want citroenen zijn ook best lekker. Hey. Maar een Cactus? Ah! Mag ik wel even de Cactus doen? Ah. Hallo? Ah. Ja, mag ik heel snel hulp? Maar ik weet van wie deze is. Ik niet. Maar ik gok Dingalert. Ik denk dat dit de moeder van Gio is. Oh, echt waar? Heeft hij zo een? Ja. Oh, ja, Louise. Hey, I got this, man. Femke Louise Latoy. Het staat 4-2. What you gonna do about it? Wanna hit a stool on your head. Oké, okay, nou, rustig aan. Jij bent wel echt ver vernieuwd, hè? Ja, ja. Ik heb er nog één. Wil je er ook een? Nee, ik hoef hem niet. Dit is mooi. BMW X3. Oh, ja. Ik weet dit echt niet. Vind jij BMW X3 een mooie auto? Ja, 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 ja. Ik ja. heb geen idee. Ik denk dat die is van, I don't know, man. Hoewel? Wie denk je dat een grote auto nodig heeft. Iemand met een kleine pik. Oh, dit is van Peter de Harde. Nee, we hebben geen idee. Nee. Gok gewoon iets. Ik denk Rutger Vink. Oh, dan denk ik Thomas. Het is Joey Krim. Oh, die wou ik zeggen! Die wou ik serieus zeggen! Ja, want hij is toch wel iemand die doet van, yo, ik ben vet cool, ik heb een klein piemel, ja. Ja, ja, zo. Tegen, maar ik mag het. Dit is een Range Rover Velar. En ik weet het. Ja, ik ook. Ik zeg het dan. Ja, dat is, dat moet ik zeggen, Gio. Gio. Ja, dit is van Gio. Ik wist het niet eens, maar nu weet ik het wel. Echt niet? Grapje, ik wist het wel. Oh. Ah, I pranked you! Again. Wow, dat was een goede zoom, man. Ja, snap je dat gebeurt er dus. Als je vaak even zo. Hey, mag ik eens proberen? Okay. Ja. Let op. Hi, Pedro! Nee, je moet. Nee! Ja, dat is. Hey, dat was Gio! Lekker! Voor, hè? Hij heet dus Giovanni, heet hij. Giovanni Latoy, 2018. Wist ik niet. Een Range Rover Evo. Oh! Is hij ook niet van hem? Hij heeft toch iets van 3 Range Rovers of zo en een Ferrari? Gio is echt de rijkste YouTuber van Nederland. Ja, ja, hij is de allerrijkste YouTuber van heel Nederland. Van heel Europa. Ja. Ja. Oké, okay, ik weet denk ik van wie deze Range Rover Evo is. Zullen we het tegelijk zeggen? Ja. 3, 2, 1, Monica! Oh, dit is een interessante. Ik dacht Lil Klein. Ja, maar het zijn alleen YouTubers, hè? Sinds wanneer is het Lil Klein een YouTuber? Hij heeft toch een YouTube-video? En dit is een zoom. Ik zeg Monica, jij zegt Jorik. Ja, ik heb het goed. Yes! I fucking done it again! 2016. Dat is lang geleden. Ze heeft al lang weer een nieuwe. Just saying. Range Rover Evo. Alweer? Pak haar met die Range Rovers de hele tijd. Ik denk ik ook. Ik weet alleen welk genre. Hou even op met je domme trucjes. Nee, ik ben serieus. Echt? Dit is een fitness YouTuber die dit heeft. Echt? Ja. Oké, okay, we gaan gewoon iets zeggen, ja. Ik denk dus dat het Gio was. Gio had eerst deze volgens mij. Als de fitness YouTuber is, dan heb je het sowieso goed. Oké. Okay. Hij zegt fitness YouTuber, ik zeg Gio. Dit was Gio. Alweer? Ja. Hey Quinten, leuk hoor dat je deze quiz maakt. Gio, de moeder van Gio. Een Mercedes C-klasse coupé. Gio. Ik zou het echt niet weten, ik heb geen idee. Dit is een Pace, denk ik. Echt? Ja. Oh nee, oh nee. Je hebt een fout. Ja, ik heb een fout. Zoom, piem, piem. Blijf nog eens een keer af. Maar Stalk Vins. Wie is Stalk Vins? Ja, dat is dat ene YouTube kanaal die nog steeds geen miljoen heeft. Oh wacht, wat ben jij? Oh. Mini Cooper Countryman. Oh. Die is makkelijk. Ja? Nee, ik heb geen idee. Ik weet het, denk ik. Oké, okay, jij mag het zeggen. Ik heb namelijk geen idee. Ik gun hem jou, omdat je echt met 3 punten achter staat. Beauty Vlogs. Masha. Denk je dit? Ja, ik denk een Masha. Oranje Mini Cooper? Nee. Ik weet niet of je oranje is, maar Masha denk ik. Nee, joh. Bibi. Zou jij een Mini Cooper kopen? Nee. Oké. Okay. Volkswagen Golf GTE. Gooi hem erin. Dit is de auto van Willem. Pascal. Oké, Willem of Pascal? Kan je gewoon nog op? Oh, tuurlijk. Maar die heeft al lang geen. Die heeft dat niet meer. Nee, 2016. Ja, maar dat is oud nieuws, man. Ja, maar dit is om het een beetje moeilijk te maken. Nou, moeilijk. Ja, blijkbaar. Want je hebt het de hele tijd fout. Klopt. Het gaat niet om wat je rijdt, het gaat om wie je rijdt. Mercedes A180. Oh. Wat? Geen idee. Nee, ik ook niet. Oké, okay, we gaan gewoon dan iets random zeggen. Oké. Okay. Bart de Gooi. Oh. Oh, ik denk dat het Rampla... Yama is. Rampla Yama. Rampla Mala! Oh, dat ben ik! Milan Carvalho, dat is niet eens echt een YouTuber. Ik weet niet. Is de carnaval... Carnavals variant van Milan. Ja, ik weet niet wat... Nee, dit is iemand die aan Hollands Next Topmodel heeft meegedaan. Maar het is niet eens echt een... Wat een kut quiz! Dit is een Tesla, Model S. Oh, ja, nou, deze foto ken ik. Echt? Ja, ik weet van wie dit is. Ik ken deze persoon. Zeg het dan, ik weet het niet. Weet jij het niet? Nee. Nou, dit is de Tesla Model S die ik had gehuurd voor een dag. Nou, niet gehuurd, kregen van Tesla voor een dag. Oké. Okay. Ik denk dat jouw personeel... Ja. Heeft neergezet dat deze auto van mij is. Ja. Hij is niet van mij. Maar, oké, maar nu kan het...
twee kanten op gaan. Of hij heeft er neergezet Milan Knol. De zaak is grapje. Was voor een dag. Dat zou nog kunnen. Oh, dat zou kunnen. Dan ga ik wel voor Milan Knol. Oké. Ik ga voor dat het een joke is. Ik denk dat Quinten heeft gedacht. Haha, I'm going for him, motherfucker. Waar wel mee? Milan Knol zit. Nee, dat is. Zie, hij denkt dat het echt mijn auto is. Je hebt het gezien, hè? Ik heb geen Tesla. Nee. Abarth 124 Spider. Weet ik. Weet ik ook. 3, 2, 1. Ja. Kai. Lekker. Hoppakee. Tempo zit erin. Smart 4-2. Rip. 3, 2, 1. Kelvin. Let's go. Kelvin Boersma 2018. Ik ga even iemand echt heel erg doodmaken. Let's fucking. Oh, jeetje. Oh. Waarom ga je hem doodmaken? Omdat ik niet Boersma heet. Jawel, je heet Boersma. Nee. Helemaal. Oké. Okay. Ik heb helemaal geen Tesla. Ik heb een Audi A5. Hier is even een foto van Quinten. Zeg maar even iets tegen Quinten. Quinten, ik vind dat je geen goed research hebt gedaan naar de mensen die een auto hebben van de YouTubers die auto hebben. Oké, dankjewel voor deze feedback. Voor de rest vind ik mensen wel heel aardig die kijken. Wacht even, doe ik zo en dan. Ja. Prank. Nee. Nou, doe dat. Maak me niet zo belachelijk. Je maakt me gewoon alleen maar de hele tijd al belachelijk. Ik weet niet hoe dat moet. En dit is precies de reden waarom ik gewoon niet had moeten komen vandaag. Ik had gewoon lekker thuis moeten blijven. Ja, klopt. Hey, Kelvin was good. Oh, dat wil ik ook doen. Doe het even. Kelvin was good. Nee. Oh. Abonneer even op mijn kanaal. Ga ook even naar Milans kanaal, want wij hebben samen een videootje gemaakt. Nou, dat was een feest. Ik heb onder andere een lichtgevende frisbee tussen mijn benen gehad. Wow. En dat was lekker, hè? Dat was sick. Ik zie jullie gewoon de volgende keer weer. Bedankt voor het kijken. Ik hou van jullie en tot de volgende keer. Hey. What's good, man? Doe je? Prank.